Een van de comments onder de vorige aflevering was: waarom doe je eigenlijk nooit meer een intro, Raoul? Nou, ik bedoel wel intro's, maar niet meer van een topcomment. En dat komt omdat ik vind dat vaak de topcomments kwalitatief discutabel zijn. Zoals de topcomment onder de vorige aflevering voor een intro. Dit is... Waarom zou ik hiermee een video beginnen? Ja, ik snap het ook niet. Maar goed, een blauw duimpje zou top zijn. Je hebt bedankt voor het aanklikken van deze video. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Gisteren was een fantastische aflevering. Niet alleen vanwege het feit dat het aflevering nummertje 69 was. Niet vanwege het feit dat wij voor het eerst wedstrijden gingen spelen met Romelu Lukaku. Dat hij voor mij fantastisch is. Met een knipoog, want... Hij is fantastisch, maar eigenlijk niet. Maar hij scoort wel heel veel. Ik vind het lastig te verklaren, maar goed. Tot nu toe gaat het heel erg lekker. We begonnen met 6 doelpunten en 5 wedstrijden. Ik heb ondertussen ook 2 andere wedstrijden gespeeld. Want ik heb namelijk pas 11 FUT Champions wedstrijden gespeeld. Hij heeft in die andere wedstrijden niet gescoord. Want ik had hem heel snel uitgehaald. Squadbattles wedstrijden waren dat. En dus hij heeft nu in de 11 FUT Champions wedstrijden 13 keer gescoord. En 7 assists gegeven. Ja, dat is helemaal niet verkeerd. Het is helemaal niet verkeerd. Sowieso ben ik over de team. En gisteren ook veel comments van mensen gehad die heel erg blij zijn met de wijze waarop ik ben in video's nu. En waarop de video van gisteren was gegaan. Ik ben ontzettend positief over dit team. Ik vind het ontzettend leuk, ondanks dat het niet meta is. Maar wel heel veel goede spelers heeft. Want jongens, Desailly is echt... Ik heb Militao gebruikt. Ik heb Screen Piqué gebruikt. Ik vind Desailly tot nu toe de beste verdediger die ik dit jaar heb gebruikt. Hij is zo ontzettend goed. Hij is zo ontzettend goed. En Matheus op CVM is ook goed. En Gerrard vind ik ook nog steeds echt fantastisch. Geweldig. En ik ben blij dat ik hem heb gekozen. En over Zanetti ben ik ook meer dan tevreden. Want ja, Zanetti, waar ben je? Herkennen jullie die foto ergens van? Herkennen jullie deze foto ergens van? Dit is een tekening die mijn ex-vriendin ooit voor mij heeft gemaakt, omdat ik zo'n fan ben van Zanetti. En dat is exact die foto. Dat is gewoon toevallig, want die was al gemaakt voordat deze in de game kwam. 18 wedstrijden en ik vind hem zo goed op rechtsachter. En Romagnoli vind ik ook goed. En je kon gisteren zien hoe wij onder andere Koulibaly hebben gepakt en nog ongeveer 500k aan spelers. Die heb ik 3 wedstrijden gebruikt, Koulibaly. Ik vind hem niet zo geweldig, man. Ik vind hem niet zo goed. Misschien heeft hij gewoon te weinig pace. Misschien kan je dat fixen met een schaduwkaartje. Ik vind Romagnoli vind ik het fijn dat hij vooral heel veel pace heeft. En passing vind ik heel erg fijn. Ik kan die bal elke keer makkelijk kwijt. En bij Koulibaly heb ik daar echt problemen mee. Ik wil hem graag een kans geven, maar... Nee, wat zonde is, want hij is een tradable. Maar goed, het is niet anders. Romagnoli is ook een tradable. Dus daar maken we in principe niet echt heel veel verschil mee. Handanovic ook fantastisch. En Neymar en Son en Politano ook gewoon... Neymar fantastisch en Son en Politano doe de job. Kortom, ik ben lyrisch over het team. Ik ben heel erg lyrisch over het team. Nu even niet bellen. Nainggolan hebben wij gekocht als soort van investering. Voor 210k. Hij is nu 210k. Dus daar maken we verlies op als we die verkopen vanwege de tax. Mertens daarentegen had ik gekocht voor 300k en is nu 240. Wat vervelend is, want heel veel mensen hadden hem gekocht als investering. En toen hij een Team of the Group stage kaart kreeg, gingen heel veel mensen hem listen. Omdat ze bang waren verlies op hem te maken, waardoor hij naar beneden ging, waardoor ze daadwerkelijk verlies maakten. Ik denk dat hij misschien nog wel iets omhoog kruipt de komende weken. En anders is het een slechte investering geweest. You win some, you lose some. Dat is op meerdere spelers het geval dat we dat niet doen. Lautaro Martinez bijvoorbeeld, die heb ik gekocht. Heb ik alleen nog maar 1 squadwedstrijd meegespeeld. Of nee, die is 1 keer ingevallen in de FUT Champions. Dus ja, niet gescoord. Ik weet niet of ik hem moet vervangen voor Lukaku. Want Lukaku doet het op dit moment gewoon heel erg goed. Terwijl Lautaro Martinez wel elke stad beter heeft. Maar misschien doen we dat... gedurende het weekend als je tegen betere tegenstanders komt en Lukaku niet meer goed werkt. Gekocht voor 115k, we probeerden hem te snipen voor 70k, lukte niet. Toen uiteindelijk kwam hij er massaal op. En dan krijg je altijd een correctie, zo heet dat. Hij werd voor 70k gelist. Werd hij gelijk verkocht, was hij dus extinct, had EA zijn price range verhoogd. Werd hij gelist voor 120k, had ik er eentje gesnipt voor 115k. Maar dan komt dus die correctie, omdat mensen hem allemaal bewaren, omdat hij elke keer extinct was. Dus dan bewaren ze hem en houden ze hem en dan verkopen ze hem niet. Totdat zijn price range wordt geüpdate en dan verkopen ze hem ineens. En toen was hij nog maar 80k en nu is hij weer 95k, dus weer gestegen. Misschien dat hij 100k wordt, misschien wat duurder. We maken wat verlies op hem. Maar ik ben benieuwd hoe hij gaat spelen en ik wil hem graag uittesten. Wanneer, weet ik alleen nog niet. Betekent wel dat alles wat wij van waarde hebben nu, en dit is eigenlijk wel mooi, ik had er een team van gemaakt. Alles wat wij hebben van waarde is bij elkaar Handanovic 100k, Matheus 1 miljoen, 101, Desailly 1 miljoen,
wat zeg ik, 1.001, 2.001, 2.7, 2.9, 3.1. Als bij elkaar optellen, 3.2, 3.3, 4.3. En ik heb nog een paar informs gekocht van Inter voor de lol, gewoon omdat ik die in mijn club wilde hebben. Dus bij elkaar is dit ongeveer 4.3 miljoen. En als je gaat kijken naar wat we nu op de dingen hebben, is dat 7 miljoen en daarnaast nog heel veel spelers in de club en zo. Dus ik denk dat als wij alles verkopen, dat we op 5 miljoen uitkomen, wat echt fantastisch is. We hebben de rewards gisteren natuurlijk opgespaard. We waren expres goud 2 geëindigd, want ik had geen zin om door te spelen. En door het opsparen van die rewards zie je maar weer dat je niet afhankelijk bent van welke rank je krijgt, maar gewoon geluk. We hadden Lewandowski gepakt. Die was extinct voor 300k. Toen ging hij omhoog. Toen was hij op een gegeven moment 400k. Toen ging ik naar zijn compare price toe. En daar stond hij voor 73, 380. Ik denk, nou oké. Maar dat was dus geglitcht. Want als je naar compare price doet, dan update hij niet. Dus die spelers stonden er wel op, maar die waren al lang verkocht. Maar die gingen niet van de markt af. Dus ik dacht, oké, hij is 370k. Dat was hij niet. Toen steeg hij uiteindelijk door naar 340k. Toen dacht ik, ah, kut, sorry, ik heb hem voor te weinig verkocht. Wat ook op dat moment het geval was. Maar nu vanochtend is hij weer teruggezakt naar 340, 350k. Wat betekent dat we uiteindelijk met ons gevoel goed zaten. En dat ik dacht, oké, ik vind hem wel 370k waard. En dat hij dat ook was. En dat hij nu weer gedaald is. Maar we hadden hem voor meer kunnen verkopen. Militao is hetzelfde. Best was op een gegeven moment meer, maar ook weer minder. Mbappé hebben we voor een goed bedrag verkocht. Eriksen, Lloris, Langlais en we moeten nog 2 verkopen. Ik kan dit nou weer wissen, want ik heb het allemaal laten zien. Suarez moeten we ook nog steeds verkopen. Gaan we nu maar ook gewoon doen. Kortom, ik denk dat als we alles verkopen, dat we bijna 5 miljoen hebben. Wat mij erg aan het denken zet van, moet ik alles verkopen? Want dan hebben we 5 miljoen. Maar heel eerlijk, ik weet niet wat ik met die 5 miljoen moet doen. Ik ben zo enthousiast met het team, dat ik sowieso dit weekend af wil maken. Dit is niet goed, we moeten de andere hebben met die bank erbij. Ik wil sowieso dit weekend afmaken en kijken hoe het gaat en ervan genieten. Lol hebben, plezier hebben. Ik weet ook niet of we het weer gaan afmaken, maar tot nu toe gaat het goed. En de wedstrijden gaan jullie straks zien. Eerst hebben we nog 2 pakketjes over, want wij hebben de milestones gehaald. 200 FUT Champions wedstrijden. Daarvoor hebben we een 100k pakketje gekregen. En we weten nu dat het team of the group steeds impacties. Dus wie weet, pakken er iets leuks uit. En daarnaast hebben we ook nog een ander pakketje voor de milestones, voor de season objectives. Dus ze zijn allebei untradable. Wie weet, pakken er iets leuks uit. Wie weet, pakken we er niks uit. Het is untradable, dus zee. Je moet de gegeven part niet in de back kijken. Volgens mij is dit geen borderspeler, nee. Wat zonde is, want het zijn dus ook untradable spelers. Dus ook de zilveren spelers die erin zitten, kan je voor niks verkopen. Wat zonde is, want volgens mij zitten er wel een paar bij die een paar duizend munten waard zijn. Inderdaad, nou ja, voor een SPC'tje misschien ooit kunnen wij ze gebruiken en weer inleveren. De gameplay die jullie straks gaan zien, deze zijn ook allemaal untradable. De gameplay die jullie straks gaan zien zijn dus weer wat FUT Champions wedstrijden die we hebben gespeeld. Waarin het helemaal niet verkeerd ging. Dit is een borderspeler. Het is een normale borderspeler. Gulaschki. Oké, 85 rated. Het is een gratis speler, dus het is meer dan welkom. En die kunnen we ooit wel weer vast gebruiken voor een SPC. Lopez ook 85. Kijk eens aan. Bij elkaar doen. Untradable waarde. Dat is bij die pakketjes altijd het geval. Ze hebben een untradable waarde. Ondanks dat je ze niet kan verkopen, hebben ze een untradable waarde. Omdat je ze dus voor SPC's kan gebruiken. En dus niet spelers hoeft te kopen op dat moment. En met Futmus eraan is dat helemaal niet verkeerd. Kan ik ze dan gewoon gaan listen. Dus 15k erbij of zo. Goed. 5 miljoen munten is onze club nu waard. Ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Ik hoef het team niet te verkopen. Ik hoef het team ook niet te upgraden. Want ik weet niet wat ik moet upgraden voor 1 miljoen munten. Als we naar Mertens en N'Golan verkopen, hebben we iets van 1,1 miljoen naast dit team. Ik ben over elke positie heel erg tevreden. Laten we de wedstrijden ingaan. Wat jullie nu gaan zien is een afslachting. En niet iets wat jullie gewend zijn in mijn video's. Een complete afslachting. Maar dan een afslachting van mij. We komen tegen dit team. Wat oké is, maar niet heel geweldig. Maar het zal ongetwijfeld ook een beetje met de gameplay te maken hebben. Het zal ongetwijfeld ook met geluk te maken hebben. Maar ik word me een partijtje vernederd en ik kon er niks tegen doen. Maar je kan ook zien op de manier waarop ik instap, de manier waarop mijn verdedigers bewegen. Het lukte gewoon niet. En daarnaast kreeg mijn tegenstander ook wel een paar keer wat geluk. En hadden wij dat ook bij ons eerste doelpunt. Want het enige doelpunt dat we scoren is een eigen doelpunt van mijn tegenstander. Oké dan. Hier. Dit bedoel ik. Neem maar. Politano, oh, dan wordt hij net geblokt, valt dan niet goed. En dan krijgt mijn tegenstander een aanval. Hij doet eigenlijk exact hetzelfde als wat wij doen aan die kant. Het wordt ook geblokt, maar dan komt hij uiteindelijk via 2 spelers wel voor de voeten van zijn speler. En scoort hij hier dan.
Desailly wordt gewoon voorbij gesprint door Rush met een sleepbeweging. En is gewoon weg, gone loose. En dan komt zijn speler voor de verdediging. En dan bam, in één keer 4-1. Wordt het nog erger. Hier, lijkt me buitenspel. Ik heb het gepauzeerd, maar FIFA zal het uiteindelijk wel beter weten. 5-1. En dan wordt het zelfs nog erger. Wederom een bal die ik gewoon niet kan stoppen. Verdedigers rennen niet mee. Ik zit er nog een soort van tussen met Matheus. Hij krijgt hem mee, wordt dan geblokt. 6-1. Ik ben nog nooit zo vernederd. En als je kijkt naar de statistieken, zal het al terecht zijn geweest. Maar ik weet 100.000% zeker dat als we nog een potje zouden spelen en dan niet op zaterdagavond, als er net een team of the group stage team wordt gereleased, dat het dan anders zou zijn, de uitslag. We krijgen hier geluk, want dit is ja, misschien wel zwaar bestraft door een penalty. Maar goed, het is een overtreding. En Lukaku scoort gelukkig. Vorige wedstrijd niet gescoord, nu weer wel. Hij moet dat doelpuntensaldo opkrikken. En dat doet hij door dit heerlijk binnen te schuiven. Diep in de tweede helft. We staan 2-0 voor. Maar tegenstander rage quit. En wij gaan 7-1. Na die ene los die we dus weer hersteld hebben. Dan komen we tegen dit team. Mbappé. Dat is een vlugge speler. En we hebben de meeste kansen. Mijn tegenstander was echt niet heel goed, maar hij quit in één keer. En ja, dat is zonde. Want je hebt geen win, terwijl je die gast dik had verslagen. Dat was gewoon het spelbeeld na die eerste 30 minuten. En je krijgt een wedstrijd bij je spelers. Dus Lukaku weer een wedstrijd zonder doelpunt. Moeten we goed maken. De volgende wedstrijd dan. Deze tegenstander. Overklast. Tactisch overklast. Hier, Son. Die pompt hem even tegen het dak van het doel aan. Dat is een heerlijk doelpuntje. En dan net na het rustsignaal, net in de tweede helft, Lukaku. Tuurlijk. Ook hij scoort deze wedstrijd weer zijn doelpuntje. Zijn we dan klaar? Nee. Hij bikkelt door. Lukaku. Langs één. Langs een ander. Heel flikkie. En dan boom, verre hoek, Romelu, Lukaku, oh. Mijn tegenstander, natuurlijk ragequitje dan, tuurlijk. Twee doelpunten van Lukaku, 8-1. Hij heeft zijn eer alweer een beetje hersteld. Ik moet nog heel veel wedstrijden spelen. Maar dat wil ik wel doen, maar het is lastig. De laatste wedstrijd van deze video komen tegen deze Milan-fan. En hij scoort bijna met Ronaldo. Had er misschien wel ingemoeten, komen met de schrik vrij. En ja, dit is heel ongelukkig. Het was een tackle van Romagnoli. Kijken die terug. Ik kan me niet herinneren dat ik op tackle drukte. Dat was ook niet een powerbar die opladen. Maar gelukkig stoppen wij de penalty. Dan staat het nog 0-0. En dan hebben wij heel veel geluk. En is het ook niet meer dan terecht dat mijn tegenstander nu een doelpuntje scoort. Weer zo langs de zijlijn. Daar krijg ik heel veel doelpunten van tegen. Het is lastig te verdedigen. Ik moet het ook meer in mijn eigen spel implementeren. We komen 1-0 achter tegen deze AC Milan fan. En dat kunnen we natuurlijk niet zomaar toelaten. Hier, Lukaku op Neymar. Dragback ver buiten de 16 geplaatst. Schot Neymar. Dat doe ik te weinig met hem. Fijn dat we dat nog steeds kunnen doen. Fijn dat we zo'n aanvallend middenvelder hebben die het verschil kan maken op een moment dat het lastig is. Politano, Matteo met zijn aardappelneus. 1-2. Zijn we dan nog klaar? Nee. Want daar is hij weer. Lukaku met een gelukje. Via het been van de verdediger. Krijgt zonder bal. Scoort de 1-3. We krijgen nog wel een doelpuntje tegen in de 89ste/90ste minuut. Dus dat maakt niet meer uit. Dat spelen we natuurlijk heel erg volwassen uit. Ook dit is wel weer ja, gelukkig hoe mijn tegenstander uiteindelijk scoort. Maar dat maakt niet uit. 3-2 gewonnen. Wij gaan 9-1. Fantastische start. Beste start sinds weken. En nu moet ik het allemaal op zondag gaan afmaken. Je wordt bedankt voor het kijken. Blauw duimpje op zijn. En ik check jullie later. Joejoe.